Tot en met zondag 29 maart wordt door Galerie de Buitenkans een expositie georganiseerd met werken van fotoclub Hafheilo, Inge Vellema, Jeroen Gramberg, Gerja Glas en Glenn Kruip in de Trog aan de Bullaan 4. Ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum hebben 28 fotografen van de Haf gewerkt aan een negenluik. 9 foto's die bij elkaar horen of elkaar opvolgen en samen een verhaal vertellen. Inge Vellema is afgestudeerd aan de Fotovakschool in Amsterdam en dit is haar eerste expositie sinds haar afstudeerproject. Bij het maken van haar werk kijkt Inge vol bewondering naar de wereld om zich heen. Ze maakt graag gebruik van bewegingsontscherpte, waardoor er abstracte beelden ontstaan. Jeroen Gramberg heeft tijdens zijn werk als huisschilder en grafisch ontwerper veel te maken gehad met vorm en kleur. In zijn huidige keramiek vindt dit zijn weg. Gerja Glas werkt met klei en maakt vaak dieren met menselijke trekjes. Glenn Kruip brengt een ode aan de natuur en werkt met de oerelementen klei, water, vuur en oxide. Dieren zijn regelmatig het thema van boetseren.